Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en ik ga laten zien wat wij deze week allemaal aan boodschappen hebben gekocht en wat er bij ons op het menu staat. Nou is het natuurlijk zo dat ik vandaag boodschappen heb gedaan voor de eerste helft van de kerstvakantie en later dan net alle kinderen hebben. Zoals jullie weten zijn wij een samengesteld gezin en we hebben allebei 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Dat betekent dat er 4 kinderen in totaal zijn tussen de 10 en de 4. En die zijn er allemaal een hele week lang. Nou is er gelukkig ook kerst, dus dat scheelt wel. Daar hoef ik niet zo heel erg veel inkopen te doen. En die heb ik allemaal besteld bij de Jumbo, zodat ik die dag voor kerst kan ophalen. Wat ik daarvoor nodig heb, want eerst kerst gaan we bij mijn moeder eten. En dan moet ik alleen een paar dingetjes meenemen, zoals bloemkool en kaassaus en aardbeientaart en tiramisu-taart ofzo. Goed, die moet ik dus op het laatste moment pas halen. En dan de kerstboodschappen die we voor de tweede kerst nodig hebben, zitten er ook gelijk bij. Want dan is het bij ons thuis en dan neemt ook iedereen gewoon een gerechtje mee. Dat gezegd hebbende, heb ik wel voor alle andere momenten dat we kinderen eten willen hebben, eten moeten kopen. En natuurlijk ook voor ons. En ook voor de Boris. Die is natuurlijk ook af en toe wat nodig. Ik heb alles laten zien van avondeten, lunch, ontbijt, snacks, noem het maar op. Vind je dat soort video's dan handig? Geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want ik post deze video's iedere vrijdag. En dan gaan we beginnen. Deze week hebben we dus iets meer vlees. Omdat we dus ook met z'n zessen zijn. Dus dan heb je gewoon wat meer nodig. Zoals bijvoorbeeld de kip krokant schnitzels heb ik dan 6 stuks van. En ik heb dus 8 saucijzen. Want per request van Brooke saucijzen. En Pascal die wilde graag schnitzel eten. En die wilde ook biefstuk eten. Deze voor vanavond. Want vanavond hebben de kinderen de kerstdiner. Dus ze zijn dan maar met z'n tweeën, gek genoeg. Dus we doen biefstuk met een salade en een boterham waarschijnlijk erbij. Ik heb extra bakpapier gekocht. Want ze gaan allemaal iets bakken in de oven voor vanavond. Want dan hebben ze dus kerstdiner. Logan en Brooke. Die nemen hamburgerbroodjes mee en met hamburgertjes op een spiesje. En voor de meeste neem ik kwaterbroodjes mee. Dat zijn bladerdeeghapjes met knakworstjes. Ik heb een komkommertje voor snack, voor salade, noem het maar op. Even een keertje spersiebonen bij de, ik denk bij de sausage of bij de kassies of anders even dat met broccoli. Mini krieltjes. Ik heb nog aardappel kroketjes in de vriezer liggen. Even een keertje spaghetti per request van Fleur. Dus geraspte kaas, spaghetti groenten gehakt. Spaghetti zelf en de saus. Ik heb extra sla. Ik denk dat het meeste voor mijn salades gebruikt gaat worden. Maar Logan had het over dat ik graag kipsalade wil eten. Dus dan kan ik een keer kipsalade eten. Stoofpitjes die zijn wel al voor volgende week. Want ik kon ze dus niet bestellen bij de Jumbo. Bij Picket Point. En toen zag ik ze hier in de aanbieding. Dacht, nou ja, die kunnen we wel gewoon meenemen. Neem aan dat ze het dan een hele week volhouden. Dan op een koele plek waren. Dus een kilootje stoofperen. Cheese dippers, want die vinden alle kinderen lekker voor middenschool of als snack. Net als de bedoelgebreukjes en de gevulde croissantjes vinden ze ook helemaal geweldig. Ik heb 2 blokken kaas, omdat die helemaal op is. Omdat we nog visite krijgen, dus kan je blokjes kaas doen. Alle kinderen lusten kaas op hun brood. En omdat ik extra ham heb meegenomen, zodat we ook een keer tosti's kunnen eten tussen de middag. En dan heb ik ons gewoon beleg. En een kleine zakje chips als snackjes of voor s'avonds een zoute snack als je dat zin in hebt. En toen dacht ik deze, toen dacht ik ja, ik heb eigenlijk gezegd dat we voor de hamburgertjes sterren uit bladerdeeg gingen prikken. Dat we die even gingen afpakken, dat we op een prikketje zouden doen. Maar mocht dat niet werken zoals ik had gehoopt dat het zou werken, kunnen we zo nog een hamburgerbroodje doen. En anders dan koop ik waarschijnlijk gewoon van die mini hamburgers en dan kunnen de kinderen dat nog een keer eten. Peren, bananen, mandarijnen, blauwe bessen, cherry tomaatjes. Fruitmix, of nut en fruitmix. Extra bladerdeeg. En ik had vorige week al 2 pakken gekocht. Maar ik dacht, ja. Voelt een beetje krap. Bordjes voor Boris. En merk en vriessaus voor bij de hamburger. Trust die we gaan maken. Je kan dat in een schaaltje doen. Ik heb extra drinken zoals appelsap, 2 siroop, chocomel en aardbeien drink. Zoals yoghurt. En het was alles van de Lidl. En dit zijn alle spulletjes van de Albert Heijn. Ik vergat bij de Lidl spulletjes nog wel even dat ik 6 flessen van die Saskia water heb gehaald. Want die had ik al op tafel staan. Maar voor Fleur en Mees voor het kerstdiner heb ik even mini cocktailworstjes gehaald. Zodat ze daar die kabouterbroodjes mee konden maken. Want die hadden ze niet bij de Lidl. En toen zag ik dat bij de Ethos was deze voor de helft van de prijs. Dus ze waren er vallig op. Dus heb ik gelijk er 4 van ingeslagen. Deze zag licht dat ik misschien het wel handig om mee te nemen. Deze lijkt me het gewoon leuk voor bepaalde decoratie van chocola, brood, fruit, noem maar op tijdens feestdagen. Altijd handig om achter voorraad te hebben.
En ik geloof dat we alleen maar de hele grote ster hadden bedacht, toen ik deze zag. Voor de kerstdiner dingen van Logan en Brooke voor de hamburgertjes. Ik dacht, nou, als ik wil, nou ja, zeker wil weten dat het een succes kan gaan worden. Dat het niet ligt aan mijn uitstekertje omdat die te groot zijn. Haal we deze ook even bij. Ik geloof dat ik nu ook maar 5% korting of zo, want het is al bijna kerst. Caroline, morgen komt mijn moeder. Dus dan is ze gaan te drinken. Die, want die van de vanille in de wc was op. Dit is met lavendel. Ik dacht, neem lavendel mee een keertje. Ik ben wat gek op lavendel. Filet américain met ui. Want ja, ik was toch in de Albertijn. Dus neem dat gelijk even mee. En dat was in de bonus. En ja, wij zijn vandaag en morgen gewoon lekker thuis met de lunch. Ook deze was in de aanbieding. Ik geloof dat er nu iets van 11 euro afging. Zo was het maar 4, 5 euro. Dus daar heb ik ook maar eentje gelijk van meegenomen. En omdat wij van het weekend visite krijgen, even wat grapjes. Worst, extra kaas en serrano ham. En dat was het. Dus al met al viel het weer reuze mee. Zoals jullie kunnen zien ben ik zo bij de Lidl of bij de Albert Heijn geweest. Dus de totale kosten waren, ik denk 134 euro. 20. Zoiets. Ik weet niet precies achter de komma, weet ik niet meer. Maar 134 euro was het in ieder geval bij elkaar. Ik ben niet heel ontevreden over. We zijn wel met 4 kinderen en 2 volwassenen. En hebben ook gekerst de preparatie. En van het weekend krijgen we visite. Dus vind het niet heel onaardig. Maar dat was het wel voor deze video. Zoals altijd heb ik alle maaltijden en snackopties en dat soort dingen in de omschrijving. Dus mocht je het nog even teruglezen, kan je het daar vinden. Vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven. En dan abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen weer.